Maar eerst informatie voor luisteraars van de Korte Golf, verstrekt door de grote voorspreker van deze groep, Frits Kabaut. Den Haag. Bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden scheint die aus christlichen Demokraten und Rechtsliberalen bestehende Regierungskoalition des Ministerpräsidenten van Acht ihre Mehrheit verloren zu haben. Dies ergibt sich aus der Hochrechnung erster Wahlergebnisse. De Democraten 66 zijn de grote winnaars geworden van de vandaag in Nederland gehouden Tweede Kamerverkiezingen. Ze hebben hun aanhang meer dan verdubbeld en zullen in de nieuwe Kamer waarschijnlijk stijgen van 8 naar 17 zetels. In the general election in Holland, the coalition government of Mr. Andries van Acht has lost its parliamentary majority. The coalition of Christian Democrats and Liberals will have 74 seats. Too short of an absolute majority. Frits, een collage van verkiezingsuitzendingen op de Korte Golf? Ja, maar niet meer dan een leuk binnenkomertje hoor, om te laten horen hoe aardig zo'n luisterhobby op de Korte Golf kan wezen. Het ging in dit geval om de Deutsche Welle, 6.075 MHz, de Wereldomroep, 6.020 MHz en de BBC World Service, 5.975 MHz. Dat als binnenkomertje, zoals je zelf al zei, nu naar Spanje. Ja, want Spanje is het eigenlijke onderwerp wat ik heb meegebracht. Dat land staat onophoudelijk in het nieuws de laatste weken. Denk alleen maar aan de gijzelingsactie in Barcelona van het afgelopen weekend. En vandaag prijkt op de voorpagina's van diverse kranten het bericht dat er een tunnel is gegraven onder een weg waar koning Juan Carlos aanstaande zondag zou rijden. En daar kan je dan ook weer van alles bij denken. Alles bij elkaar reden genoeg om het oor eens te luisteren te leggen bij de Spanish Foreign Radio in Madrid, ofwel SFR Madrid. And now a look at today's press. In spite of the fact that there are usually no standard newspapers on Mondays in Spain, the majority of newspapers produced special editions to report on the events in Barcelona over the weekend. Over Saturday and Sunday, most Spaniards were glued to their radios. A number of stations. SFR Madrid dagelijks uit? Ja, op 3 frequenties hebben ze dagelijks voor Europa een uitzending. 7.105 MHz, 9.765 MHz en 11.840 MHz. En dan bevallen die laatste twee frequenties mij het beste. Het programma is dagelijks te beluisteren van 2100 uur tot 2245 uur. En dan heb ik het over onze Nederlandse zomertijd. En is het ook te pruimen? Ja hoor, het is best een gezellig programma. Het eerste half uur is doorgaans een Spaans onderwerp. Bijvoorbeeld een persoverzicht, zoals we net hoorden, of een achtergrondje. Om 21:30 volgt dan het nieuwsblok en dat herhalen ze een uurtje later. En op weekdagen zit er tussen het Engelstalige programma nog een Spaanse les voor mensen die taal een beetje machtig willen worden. En die taalles begint om 21:50. En waar kunnen QSL-fanaten een kaart aanvragen? Die kunnen dat doen bij de Spanish Foreign Radio, Apartado, en dat schijnt postbus te betekenen, 150.039, Madrid 24, España. Wil je dat nog eens even duidelijk herhalen? Daar komt hij nog een keer. Spanish Foreign Radio, Apartado 150.039, Madrid 24, España. Dat was Frits Kabaut en we gaan meteen door met onze volgende gast. Dat is de heer Van den Hul uit Delft, die een toelichting komt geven op een nieuwe verbeterde pick-up naald die hij heeft uitgevonden. En die verbetering zit hem dan in een nieuwe vorm van de naald. Meneer Van den Hul, wat is nou eigenlijk het verschil tussen de bestaande naald en de naald die u hebt uitgevonden? De bestaande naald is afgeleid van de ronde vorm. Eigenlijk is het een kegel waar door polijsting een soort bolletje aan het eind is aangebracht. En dat bolletje dat hoort dan in die groef te passen. Als je nou nagaat dat de snijbijtel een afrondingsstraal heeft van 2 micron. En dit bolletje een afrondingsstraal heeft van 18 micron, wat een factor 9 meer is. Dan begrijpt u dat alle fijne bewegingen die er bij het snijden van een plaat toch in de groef worden aangebracht. Nauwelijks door zo'n 18 mu-vorm kunnen worden afgetast. En ik heb dan ook geprobeerd die naald wat platter te maken. Eigenlijk weer iets terug te voeren naar wat de oorspronkelijke snijbijtel voor vorm had. En de zijdelings afrondingsstraal bij mij is nu 3,5 mu geworden. Wat net nog niet enige schade oplevert bij het aftasten, maar wel de mogelijkheid biedt om heel direct weer al die fijne bewegingen opnieuw af te tasten. En wat ook de mogelijkheid geeft waarschijnlijk om de plaat beter, kwalitatief beter weer te geven.
Zeker. Het is voor zelfs ongeoefende oren te horen dat er duidelijk verschillen zijn die dan niet door iedereen te vertalen zijn misschien in kwaliteitsverbeteringen. Maar voor mensen die wat beter vertrouwd zijn met muziek is dit heel duidelijk waarneembaar. Wat zijn de voordelen? Voordelen zijn ten eerste een lagere plaatsslijtage. Omdat tenslotte een ding van 18 mu uiteindelijk bijzonder groef onvriendelijk is. Tweede punt is een hogere dynamiek. Al die fijne bewegingen die bijdragen tot een verbeterde dynamiekoverdracht, die zorgen ervoor ook dat pick-up elementen met deze naald uitgerust duidelijk dynamischer klinken. Vooral goed waar te nemen in percussie en strijkers. De vervorming ligt duidelijk lager, waardoor ook typische strijkersvervorming op een veel lager niveau ligt of praktisch afwezig is. En dankzij het goede passen in de groef is vooral dus de eindgroefvervorming, waar nogal vaak storend door hoge modulaties, typisch voor Beethoven muziek onder andere, allerlei vervormingen optreden, die is nu volledig afwezig. Kunt u in percentages uitdrukken hoe groot die verbetering is? Ik heb zelf nogal wat metingen hier uitgevoerd voordat ik me enigszins op het gladde pad van de commercie heb gewaagd. En ik ben op waardes uitgekomen die ongeveer een kwart tot de helft lager dan bij standaard naalden. Wat op zich toch een redelijke verbetering genoemd mag worden. Is het zo dat deze naalden die u hebt uitgevonden ook langer meegaan dan de standaard naalden? Ja, ten eerste is het door de veel langere polijsting van deze naald, 12 uur per stuk, het oppervlak veel gladder. Daardoor is de wrijving met de groef lager en is ook de slijtage van de naald zelf lager. Ten tweede wordt er duidelijk gelet bij het slijpen op de oriëntatie van het kristal. Een door sommigen bestreden zaak, maar uit mijn ervaring zeker is dit reëel. Waardoor de minimale leeftijd van deze naald in de meest slechte omstandigheden 2500 uur speeluren zijn. Ik heb dat dus laten controleren in een discotheek die precies erbij gehouden hoeveel uren dat er gespeeld zijn. Een discotheek is zeker niet de meest clean omgeving om platen te draaien. En in gecontroleerde omstandigheden bij mij thuis ben ik tot 4000 uur gekomen voordat er van een zekere slijtage sprake was. Dat is dus op zijn minst een verbetering van 250%, want een normale naald gaat zo'n 1000 uur mee. Ja, dat klopt. En het tweede voordeel is dankzij die hoge polijsting dat nu niet iemand eerst eens een 100 tot 200 LP's moet verslijten om zijn naald een beetje te polijsten. Want hij is al reeds bij aanschaf, wat duidelijk ook een besparing betekent in het in de platenuitgaven, omdat je niet dure LP's moet gaan gebruiken om eerst je platen te poetsen. Nu is het gekke dat u nationaal niet zo erg veel waardering oogst voor deze vondst, maar internationaal bestaat er nogal wat belangstelling, hè? Ja, je kunt eigenlijk dat vertalen op twee manieren. Je kunt zeggen qua industrie en qua publiek. Nationaal moet ik zeggen is de industrie uiterst rustig. Eigenlijk is de interesse 0,0. Maar de publieksinteresse in Nederland is vrij groot. Een kwaliteitsverbetering betekent. Dus de nieuwe standaardnaald, die naald die u hebt uitgevonden? Misschien wel, ik weet het niet. Hopelijk, het zou mooi zijn. En dit stukje muziek werd weergegeven met behulp van de verbeterde naald die de heer Van den Hul uit Delft heeft uitgevonden. Er is belangrijk nieuws uit Boston. We gaan rechtstreeks over naar Kriet Titulaar. Een uur geleden heeft Polaroid hier in Boston in de Verenigde Staten opmerkelijke nieuwtjes. Door geruchten en in veel Amerikaanse kranten stonden grote koppen. Men had hoge verwachting van het nieuws van Polaroid en daarom stegen de aandelen van dit bedrijf op de beurs in New York flink. De bekendmaking is gelijktijdig geschied hier in Boston, het hoofdkwartier van Polaroid, met een technisch seminarium en in New York waar financiële deskundigen werden toegesproken. De laatste bekendmaking van Polaroid, het Polavision direct-klaar filmsysteem in 1978, is geen groot succes geworden en juist daarom verwacht Polaroid veel van de aankondiging van vandaag. Die aankondiging is in wezen een nieuw soort film en een nieuw soort camera. Wat de film betreft, het is een 600A6 film, 29 din, en daarmee veruit de snelste film op het gebied van de direct klaarfotografie.
Dat betekent dat men ook met heel weinig licht opname kan maken. Gelijktijdig zijn er twee nieuwe camera's uitgebracht. Een autofocus type nummer 660 en een camera met een fixfocus type 640. Het bijzondere van deze camera's is in wezen, en dat past helemaal in deze tijd, dat ze boordevol micro-elektronica zitten. Dat betekent dat er bijvoorbeeld altijd wordt geflitst. Maar het is niet zomaar een flits of een invulflits. Men gaat balanceren tussen de verschillende delen van de foto. Ik heb er zojuist de eerste voorbeelden van gezien. En we zien dan dat bij een scherpe tegenlichtopname de verschillende delen heel gelijkmatig naar voren gaan komen. De man die hier de persconferentie toesprak zei ook dat het lichtmetingssysteem een integraal onderdeel is geworden van het hele elektronische systeem van de camera. Het aantal beslissingen wat de camera neemt is maar liefst 42. Dat betekent dat als er op een knop wordt gedrukt om een opname te maken, gaat de microelektronica werken. De analoge signalen worden omgezet in digitale signalen. De 42 beslissingen worden vliegensvlug genomen. De foto wordt gemaakt en dan met het al bekende transport uit het vroegere SX70 systeem komt de foto eruit en 90 seconden later is er een prima beeld. De nieuwe film heeft 17 lagen. Hij lijkt erg scherp en de resultaten zijn opvallend mooi. De camera gaat in de Verenigde Staten $95 kosten, maar hij zal zeker de eerste maanden in Nederland nog niet leverbaar zijn. Het zou best 1982 kunnen worden, maar het systeem is er en dus kunnen we daar naar uitzien voor zover we geïnteresseerd zijn in de directe klaarfotografie. Dit was Krit Titulaar voor Hobbyscope, ditmaal vanuit Boston. En dan nu aandacht voor de nationale wedstrijd geluidsjagers. Hier komt Joop Smits. Telefoon is redacteur Hans Jansen. Hans, om 4:10 is in het programma van Hilversum 3 de start bekendgemaakt. Hoe is daarna de koers geweest van de ballon? Nou, het ging allemaal voortreffelijk na 4:30. Hij steeg heel mooi op en hij voldeed volstrekt aan de verwachtingen zoals het KNMI die had opgesteld met behulp van computers en allerlei metingen. Hij ging eerst oostwaarts in de onderste regionen van de wind en toen hij hoger kwam, toen ging hij naar het noorden. En toen had hij na enige tijd, we hadden geschat op ongeveer 40, 45 minuten, ontkoppeld moeten worden, maar daar ging het eigenlijk fout. Er zat namelijk een mechanisme aan die de zender langzamerhand losliet. Dat mechanisme dat werkte niet, om een of andere reden, waardoor de ballon niet op onze geschatte 13 kilometer hoogte bleef hangen, maar steeg tot op 25 kilometer hoogte en daar bleef stil hangen. Op 25 kilometer hoogte, daar klapte de ballon en toen klopte van de voorspellingen die op aarde gemaakt waren helemaal niks, want het was zo'n beetje tegen de stratosfeer aan. Ja, en daardoor is eigenlijk die ballon volgens de jacht opnieuw in het water gevallen, namelijk in het water boven de geprojecteerde Markerwaard midden in het IJsselmeergehard. En daar drijft hij nu? Hij drijft, daar weten we wel een en ander van. In een vak dat in radiotermen heet Charlie Mike, CM dus, 37C, Charlie Mike, 37 Charlie. En in geografische termen is het 52 graden en 34 minuten noordbreedte en 5 graden en 20 minuten westerlengte. Er zijn al mensen die boten gaan charteren, want hij is beslist onzinkbaar. Het is een in styropeen verpakte bol, oranje. En heeft een zendertje aan boord wat ook nog lang blijft werken. Zeker tot het donker gaat worden vanavond. Ligt hij stil? Dat weten we niet, maar we weten wel dat hij ligt op de lijn. Als je het op de kaart wil zien, nou zeg maar van Lelystad naar Volendam, als je dat doortrekt. En van Enkhuizen naar Huizen Noord-Holland. Het is echt inderdaad zo ongeveer in het midden. Het dichterbij zit je als je daar in de buurt van, ja, als je Volendam en Enkhuizen en Lelystad gaat peilen, dan hoor je hem tot nog, nou laten we zeggen, een uur geleden nog steeds. Ja, heb je de indruk dat er veel mensen opgebrand zijn om hem te vinden? Ik denk het wel. We hebben gemerkt op alle zenders dat er verschrikkelijk veel belangstelling was. Er was bijna dringen op alle mogelijke amateurfrequenties om aan de bak te komen en om informatie te krijgen. En het klonk zo toen hij nog vloog. Maar ja, dat geluid is dus nu helaas uitgedoofd. Ja, er is een wisselbeek beschikbaar, hè, voor de eerste vinder.
Hallo Hans. Ja? Er is een wisselbeker beschikbaar, hè? Jazeker. Die is beschikbaar en hoe we dat zullen moeten doen weten we nog niet. Want mogelijk is het iemand die toch met een boot ijverig aan de gang is die hem toch vindt. En anders, ja, anders moet hij een jaar blijven overstaan. Daar is niks aan te doen. Goed, heb jij verder nog informatie te verstrekken die van belang kan zijn? Nee, maar we komen er in de volgende hobbyscoop zeker op af en op terug. En ondanks, ja, er is een iets mechanisch fout gegaan, maar iedereen heeft ze verschrikkelijk ingespannen. Veron, VZA, KNMI en de twee volgploegen die er waren in met de auto. Ja, is het nou niet te voorkomen dat het misgaat? Nou, dit is de vijfde keer. En in feite is het nu vijf keer misgegaan, waarvan één keer in de Waddenzee, één keer in de Noordzee, al een keer eerder in het IJsselmeer. Ja, en alles was nu, dachten we, onder controle. Maar we hebben wel verschrikkelijk veel verbindingen gemaakt, ook dankzij de ballon. Nou, honderden die allemaal bevestigd zullen worden met de speciale QSL-kaart van de PE3NOS. Dat is dan nog weer meegenomen, hè? Ja, en er is hierin erg op gebrand. Goed zo, ik dacht dat zo de informatie wel compleet was, Hans. Bedankt voor deze informatie over de ballonvossenjacht van Hobbyscoop. Tot je dienst vanuit de Dam.